Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Olivier van Bree. Hij is een Nederlandse filmmaker die in 2017 een film heeft gemaakt waar Suriname eigenlijk een beetje de hoofdrol in speelt. De film is in 2019 afgerond en onlangs was Olivier hier in Suriname om zijn filmproductie Pinks te presenteren, omdat hij het ook belangrijk vond dat de productie die ook over Suriname gaat, ook in Suriname gezien kon worden. Pinks is eigenlijk te bestempelen als een science fiction film, omdat het zich afspeelt in de toekomst. En meestal als men praat over science fiction, dan denk je aan alleen geweldige geluids- en lichteffecten, maar dat is niet waar Pinks over gaat. Feit alleen maar dat het zich in de toekomst afspeelt, mogen we bestempelen als science fiction. Maar waar Pinks eigenlijk over gaat, is heel diep geïntegreerd in het Surinaamse verleden. En dan met name het slavernijverleden. Ik denk dat het beter is dat Olivier het zelf vertelt. Hi Olivier, welkom in Q-Time. Ja, bedankt. Leuk om hier te zijn. Ja. Je hebt een film gemaakt, Pinks. Misschien voordat we over de film Pinks praten, moeten we eerst even een beetje nader kennis maken met jou. Vertel ons wat meer over jezelf. Nou, ik ben Olivier de Bree, niet van Bree. Sorry, neem me niet kwalijk. Kleine correctie. Okay. Ik ben een Nederlandse filmmaker uit Den Haag, maar ik woon inmiddels alweer bijna 10 jaar in Berlijn. Daar ben ik nu dus ook. En ik ben ongeveer 7 jaar geleden begonnen met het maken van films. En Pinks is eigenlijk mijn eerste echte grote film, als je het zo kan noemen. Het is nog steeds een kleine productie, maar in ieder geval voor mij persoonlijk was het een grote film en nog steeds. En ik zie Pinks eigenlijk een beetje als mijn filmschool, want ik heb geen opleiding in film gedaan. Ik heb fotografie gestudeerd op de Kunstacademie in Rotterdam. En Pinks was eigenlijk voor mij een manier om mezelf te leren hoe je films maakt, want ik had de keuze om een studie te doen in film of aan deze film te werken. En ik heb voor het laatste gekozen, want het leek me eigenlijk de beste filmschool. Oké, okay. Kan je ons een korte synopsis geven waar Pinks over gaat? Ja, Pinks gaat eigenlijk over het Nederland van de verre toekomst, namelijk het jaar 2363. En dat jaartal heb ik bewust gekozen omdat het natuurlijk verwijst naar de afschaffing van de slavernij 500 jaar eerder in 1863. De film is in Suriname opgenomen, maar het verhaal speelt zich dus eigenlijk af in het Nederland van de verre toekomst. En het idee is dat het Nederland van de verre toekomst eruit ziet als het Suriname van nu door extreme klimaatverandering. En heel veel allemaal nare dingen die ons te wachten staan de komende eeuwen, die Europa als geheel continent en daardoor is ook Nederland eigenlijk ja, verworden tot tot de wildernis die voor een groot deel vandaag, hoe Suriname er van vandaag uitziet. Maar dat is een van de thema's. Eigenlijk het belangrijkste thema zou ik willen zeggen is de koloniale geschiedenis. Natuurlijk iets wat Nederland en Suriname heel sterk met elkaar verbindt. Het verhaal is eigenlijk dat de Europeanen, de Nederlanders van de toekomst, slachtoffer worden van dat wat ze zelf in het verleden hebben gedaan. Dus eigenlijk de Nederlanders, de Pinks, zoals ze in de film heten, daar komt de titel vandaan. Dat slaat op de huidskleur van de Nederlanders van de toekomst. Het is eigenlijk een soort minachtende, zelfbedachte koloniale term, zou je kunnen zeggen. De Nederlanders van de toekomst, die maken zelf mee waar ze 500, of meer dan 500 jaar, 6, 7, 800 jaar geleden zelf ja, eigenlijk verantwoordelijk voor waren in onder andere Suriname. En daar gaat in het korte film over. Oké, okay. Dus eventjes voor mijn eigen beeldvorming. Nederland ziet eruit als Suriname zoals Suriname er nu uitziet. Dus dat we zeggen, Nederland wordt een tropisch land. Ik zal maar niet vragen hoe Suriname er over 300 jaar uitziet. Niet best. En de rollen zijn omgekeerd. De Surinamers zijn de kolonisator en de Nederlanders zijn de gekoloniseerde. Ja, dat klopt. Maar ik heb bewust, omdat het natuurlijk een heel gevoelig thema is en ook de manier van vertellen een beetje apart is om het zo uit te drukken, heb ik bewust ook gekozen om het niet, de kolonisatoren in de film zijn niet de Surinamers, het zijn de Verenigde Guyanen. Want inderdaad, zoals je zelf al zegt, het Suriname van de verre toekomst, dat ziet er ook heel anders uit dan vandaag. En het idee is eigenlijk dat de klimatologische omstandigheden in het jaar 2363 en ook al daarvoor zo slecht zijn dat de mensen die in het gebied wat dan Verenigd Guyana heet, dat is eigenlijk een samenvoeging van Guyana, Suriname en Frans Guyana dan in dit verhaal,
Dat ze eigenlijk gedwongen zijn om als klimaatvluchtelingen hun geluk elders te zoeken. En dat betekent dat ze naar Europa trekken, omdat het daar in ieder geval nog iets beter is dan in het noorden van Zuid-Amerika op dat moment. Dus ze zijn eigenlijk zelf slachtoffers van het klimaat. En daardoor beproeven ze hun geluk in Europa en doen daar eigenlijk die dingen waar de Europeanen zelf een paar honderd jaar eerder verantwoordelijk voor zijn geweest in hun eigen geschiedenis. Ja, oké. Dus je neemt een stukje historie en je stopt dat in een stukje fictie en projecteert dat op de toekomst. Maar het is best diep hoor eigenlijk. Waar komt dit vandaan? Nou ja, het is inderdaad daarom. Het is natuurlijk als we praten nu over de film Pinks, dus het is goed om daar wat achtergrondinformatie over te vertellen. Maar ik vind het zeker een film die je als kijker echt moet zien en beleven. Want als je er nu over praat, dan klinkt het misschien vergezocht. Of dan denk je van, het Suriname van de toekomst is de dader, de slechterik. Dat is natuurlijk, ja, je moet heel erg voorzichtig zijn om zo een verhaal neer te zetten. Maar daarom wil ik ook zeker niet te veel weggeven van de film. Maar het komt er wel, ik wil wel zeggen dat in de film zijn het zeker niet de kolonisatoren van de toekomst. Dus de Verenigde Guyana zijn niet alleen maar de slechterikken, want ik wilde juist eigenlijk dus aan het eind van de film een twist aangeven, waardoor je als kijker hopelijk aan het denken wordt gezet over die rolverdeling. Want het gaat er zitten heel veel lagen in en daarom is het ook voor iemand die helemaal niets van deze film af weet, misschien klinkt het een beetje verwarrend. Maar wat ik altijd belangrijk vind als ik naar een film kijk en de bioscoop uitloop of de televisie uitzet waar die dan ook te zien is, dat ik met vragen blijf zitten en dat ik juist nog een paar uur of als je geluk hebt een paar dagen nadenkt van wat bedoelde die filmmaker nou eigenlijk precies? Wat heb ik nou eigenlijk gezien? Dat vind ik veel interessanter dan wanneer aan het eind van de film alles duidelijk is. Dus ik heb deze film juist ook gemaakt met de intentie om de kijker aan het denken te zetten over de rollen die worden gespeeld in de film en de rollen die zeg maar de hoofdrolspelers in de echte wereld van onze koloniale geschiedenis hebben gespeeld. Okay. Dat is mijn intentie. Er komt ook wel gewoon een verhaal in de film voor? Zeker, want wat ik net al kort even zei, het is natuurlijk voor mij persoonlijk een groot project, maar het is een klein project. Je moet het zien, ik ben een beginnend filmmaker. Dit is eigenlijk mijn eerste echte serieuze project. En ik ben afhankelijk van het werken met een kleine groep mensen. Dus het is niet dat ik honderden acteurs ter beschikking had, om het zomaar te zeggen. En natuurlijk, dit klinkt als een heel groot verhaal en het is een heel groot thema. En eigenlijk was ik gedwongen door de omstandigheden, om het zo maar te zeggen, om het verhaal kleiner te maken. En eigenlijk speelt het verhaal zich af in de periode net na al deze vreselijke dingen die gaan gebeuren in de toekomst. En het focust zich eigenlijk op een klein groepje klimaatvluchtelingen of gelukzoekers, zoals ik ze in de film noem, uit het land Verenigd Guyana, wat dus in de film slaat op het Suriname van de toekomst. Die inderdaad voet aan wal zetten in Europa om daar te kijken of er nog iets is wat waard is om voor te leven. Want eigenlijk is er op dat moment in het noorden van Zuid-Amerika is er geen leven meer mogelijk, omdat het dan zo droog en heet is dat ze daar niks meer kunnen eigenlijk. Welke doelgroep wil je aan het denken zetten? De Nederlanders of de Surinamers? Nou, dat is een goede vraag, want als ik eerlijk ben, heb ik deze film zeker niet gemaakt met het idee om het alleen maar aan een bepaald publiek of Nederlanders of Surinamers te laten zien. Maar ik heb wel gemerkt, nu ik de film in totaal op 3 verschillende plekken heb mogen laten zien. 1 keer in Berlijn, waar ik woon, 1 keer in Den Haag, waar ik vandaan kom en 1,5 week geleden in Paramaribo. Dat het best wel verschillend wordt ontvangen. En dat is natuurlijk begrijpelijk, maar bijvoorbeeld het publiek hier in Berlijn, daar was ik eigenlijk een beetje het meest, was een beetje een eye-opener voor mij, dat ik echt wel me realiseerde dat dit verhaal veel interessanter en ook beter te begrijpen is voor een publiek wat iets weet van de Nederlands-Surinaamse geschiedenis. En ik denk dat het juist voor zowel Nederlanders als voor Surinamers een interessant verhaal is. Maar ik als Nederlander denk dat ik soort van onbewust misschien toch wel me eigenlijk heb gericht aan een Nederlands publiek zonder dat ik dit alleen maar aan een Nederlands publiek wil laten zien. Want ik vind het juist ook belangrijk om het aan Surinamers te laten zien en aan mensen uit andere landen. En ik vond het ook de 2,5 week dat ik nu in Suriname was, eigenlijk heel prettig om weer een beetje opnieuw in dit verhaal te duiken en in mijn eigen motivatie om waarom ik dit ook alweer heb willen doen. Want zoals ik je net zei, ik ben er al in 2017 aan begonnen. Dat is al best wel lang geleden. En omdat het
een best wel ingewikkeld verhaal is, een groot en gevoelig thema, was het voor mij ook goed om weer een beetje terug te gaan in mijn eigen gedachten en ook met Surinamers hierover te spreken. En het blijft een moeilijk onderwerp, maar ik ben zeker ook blij dat ik het nu eindelijk in Suriname kan laten zien en er ook met Surinamers over heb kunnen spreken. Want ja, dat is zeker minstens even belangrijk als met Nederlanders hierover te spreken. Ja, oké. Pinks zal ook worden uitgezonden via Supreme, zodat ook u dit verhaal van Olivier kan koppelen aan de film die u te zien krijgt. Volg onze programmering voor wanneer dat gebeurt. Is je volgend filmproject al op papier? Ja, het zou eigenlijk zelfs al af hebben moeten zijn. Afgelopen augustus waren de draaidagen gepland, maar de dag daarvoor kreeg ik corona, dus alles is afgezegd, maar ik ben druk bezig en we gaan het binnenkort inhalen. Toch een beetje de nasleep van corona. Olivier, hartelijk bedankt. Heel erg veel succes toegewenst met je filmcarrière. We gaan hier ook in Suriname op Supreme TV genieten van Pinks. Succes ermee en wie weet spreken we elkaar weer. Hopelijk niet in het afgeschilderde Suriname en Nederland van de toekomst, zoals je dat hebt gedaan in de film. Hopelijk mogen er prettigere omstandigheden daaraan ten grondslag liggen. Ja. Het duurt nog heel lang, dus er komen nog veel mooie dingen voordat het zover is. Ja, hopen van wel. Bedankt. Hartelijk bedankt, succes. Bedankt ook voor het feit dat hij op Supreme mag worden uitgezonden. Daar ben ik heel erg blij mee. Ja, prima. Heel graag gedaan, succes. Oké, ja, jullie ook fijne dag nog. Okay. Tot de volgende keer. Yes, bye. Dat was het gesprek met Olivier de Bree, die uitleg geeft over zijn film Pinks, die u ook binnenkort op Supreme mag bekijken. Hou onze programmering in de gaten voor de uitzending van deze film. Dank u wel voor het kijken naar deze aflevering van Q-Time. Tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.